Nou ja, we hebben heftige twee dagen erop zitten. We zijn gisteren in de tweede special van Toekomon stil komen staan. En we dachten dat we stuivers kapot waren. Bleek later turbo te zijn. We hebben de hele nacht ontsleutelen geweest. We moesten in eerste instantie op Ed Wichman wachten. En ja, toen we uiteindelijk spullen hadden, konden we ontsleutelen. En ja, we hebben een poos zitten wachten in de kou. We hebben een vuurtje gemaakt. Voor het eerst dat ik s'nachts een keer in het gebergte heb geslapen. Op de grond, vuurtje erbij. Het was een taai nachtje. We hebben in de cabine gezeten. Ik wil Ewald bedanken van Huzink. Die kwam toevallig langs met Spaceship. Dus die heeft ons van licht voorzien. Hij mag verder geen handspandiensten verrichten, maar hij kon alles wel mooi in het licht zetten. Dat onze accu's vol bleven. Ja, en zo komen wij vanmorgen om 7 uur weer de special af gaan rijden. Toen kwamen we vanochtend hier om 10 uur, denk ik, zo'n beetje bij de jongens in het bivak. En ja, we dachten eigenlijk dat het gebeurd was. Maar we hebben toch een starttijd gekregen. En we zijn naar de start gegaan van de special van vandaag. 412 kilometer. En die hebben we er ook even achteraan gedaan. De auto liep nog niet goed, maar ja, het was gewoon gokken. Alles of niks. En we hebben gegokt en gewonnen. We zijn als 50ste gestart en we zijn als 14e gefinished. Dus we zijn wel blij mee, maar we zijn ook een beetje moe. Dus gistermorgen om 7 uur begonnen. En we zijn nu een dag, twee dagen verder. Het is s'avonds 8 uur. Dus niet geslapen, alleen maar gewerkt. Dandy, de monteur, de hele nacht bezig geweest. Ja, hij heeft een super job gedaan. En, alle mensen hier in het bivak die natuurlijk meegeleefd hebben. We hebben geen communicatie hier, geen verbinding. We kunnen niet met Nederland bellen. We lagen onder de sterrenhemel, dikke jas aan en ja, we moesten het gewoon met elkaar doen. En dat is gelukt. En we zijn toch de proef opgegaan vanmorgen, afgemaakt. De baar die zegt altijd, je moet pas stoppen als ze de kaart voor je ogen verscheuren. Hij is niet verscheurd, we mochten weer starten. En we hebben nog een leuk resultaat vandaag neergezet. Dus morgen... Vannacht veel werk en morgen volle bak er weer tegenaan. De groeten.